Dizzy is een van de grootste hiphopartiesten van Nederland. En toen hij deze kant uitkwam, was Jingo 9 toevallig bij hem. Dus deze aflevering is een beetje 2 voor de prijs van 1. En vandaag hadden we het over. Maar hebben jullie al überhaupt een overheid? En we gaan vandaag vriendschapsbandjes maken. Ik heb geen vrienden, nee. Fuck bro. Bref. Oh, sorry. Ik heb je zei dat een van de leukste dingen dat je doet, is zingen voor je kinderen. Wat zing je dan? Traag? Doe ik het goed, papi? Of is het gewoon... Nee. Ik heb een cadeautje voor jou. Sick. Maar ze zeggen altijd dat Duitsers geen humor hebben. Ja, sorry. Ja. Dit is een van de kortere afleveringen die we al gepost hebben, maar ik vind het wel heel leuk geworden. En ik heb een heel belangrijke aankondiging. Namelijk, Zalando is vanaf nu de sponsor van de podcast. Toch op zijn minst voor de komende 4 maanden. En iedere week mag ik dus 50 euro aan Zalando krediet weggeven aan één van jullie. Crazy. Dat zal telkens gebeuren via de Twitter shoutout. Dus check ook mijn Twitter om die 50 euro te winnen. Dus check Zalando als je nieuwe kleren nodig hebt. Want het steunen van de sponsors van deze podcast steunt deze podcast. Ik weet dat dit een lange intro is, maar ik ben heel enthousiast over het hebben van een sponsor, aangezien dat hij iets is waar ik al naartoe werk sinds 2019. Dus dit is een groot moment voor mij. Alright, tenslotte zou het cool zijn als jullie zouden kunnen abonneren op dit kanaal. Hoe groter het kanaal wordt, hoe groter de gasten zullen zijn in de toekomst. That's it. Geniet van de aflevering met Busy en Jingo 9. What up mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtes en vandaag zit ik hier bij Busy en Jingo 9. What's up, guys? Hello, hello. What's up? What's up, Belgium? How you guys doing? Ik ben 100% zeker dat je nou minuut die bril wilt afzetten. 100% sure. I want to have all my Belgium friends to understand me. So I will start speaking English as long as I'm wearing these glasses. Yeah. Ik weet goed genoeg wie jullie zijn. Voor de mensen die om een of andere reden niet weten wie jullie zijn, van waar zou je ze kunnen kennen? Hi, my name is Busy. I'm from the Netherlands, and you guys can know me from the songs Yes, Drup, Trag. Mijn favoriet liedje van hem is sowieso Trag, man. Trag. Dus, ja. Ik heb hier een co-host, Willy, die zit normaal gezien, maar aangezien jullie met twee zitten, heeft hij geen stoel deze aflevering. How are you, sorry. Willy? How are you doing? You look awesome, bro. Thanks, man. Had beter gekregen met mijn stoel kwijt. Ik kan nu heel de aflevering recht staan. Nu, hij staat voor een greenscreen, dus waar staat hij juist? Voor de Eiffeltoren. Voor de Eiffeltoren? Die hebben we nog niet gehad. Ja. Zeg, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Interessant. Deed het echt heel goed op TikTok, voor die uit was. We dachten, ik ken de boys, ik ken Jeriel en Ketnuf. Dachten eraan om... ja, toch wel een sterke featuring erop te krijgen. Ja, niemand anders dan, niemand minder dan deze man. First day, asked Lil Kleine. Hoeveel ze stond Busy op de lijst? Number 5 or 6? Nummer 8. Yeah, but I was like at a really low point of my career. And I was like, yeah, well, I've nothing to lose. So. Niet meer te doen. Ja, bro. Kijk, die bril. Het snijdt ook in je... Ja, bro. Ik heb een streep op mijn gezicht, hè. Maar ik ga er zo weer in, hè. Denk je dat mensen u zo beter verstaan dan in Nederland? I think so, yeah. Because my Dutch accent is really, really raw. Mm-hmm. So it's really hard for the Flemings to understand my words. Flemings! Zo, hij zit in mijn neus, bro. Ja, ja bro, je hebt letterlijk... Het is helemaal rood. Ja. Is helemaal... Doet die pijn? Ja, nee, het doet nu pijn, nu ik hem af heb gezet. Nu, deze show, daar hebben we een paar doelstellingen dit jaar. En een daarvan is om meer mensen uit Nederland te gast te hebben. Jij bent de eerste dit jaar, dus thanks om langs te komen. Aangezien jij al opgetreden hebt in zowel Nederland als België, vroeg ik me af... Is er een verschil tussen het publiek in Nederland en België? Ja, er is zeker een verschil. Het zijn gewoon een hele ander soort mensen. Kijk, we spreken wellicht dicht bij elkaar qua taal. Kijk, weet je wat het is? In Nederland zijn de mensen toch best wel veel gewend en verwend. Oh, oké. Er zijn superveel festivalen, er zijn superveel artiesten. Eigenlijk bijna iedereen kent wel een artiest. Of heeft er een in zijn vriendengroep of whatever. Zeg maar, het is met uitgaande... De vibe is wel een beetje van, oké, ik vind het hard, maar ik ga ook niet te blij doen. Want ja, het is ook maar gewoon een andere guy. We zijn best wel nuchter in Nederland. En in België is het toch wel dat je minder vaak komt. En dan ben je echt wel toch op bezoek bij een buurland. Ja. Mm-hmm. En dan merk je ook die waardering, dat ze het wel echt fijn vinden dat je in de waggie bent gestapt en all the way om te komen. Ja, dat voel je gewoon. Het is gewoon, toch de tendens en de energie is vaak ietsje hoger, zeg maar. Heb jij ook al gemerkt, Jingo? Ik treed wel liever op in België, als ik heel eerlijk mag zijn. Omdat, ik denk in Nederland, is een beetje zoals Busy net zei, in Nederland zijn ze het ook een beetje gewend of zo, zeg maar. Ja, ik weet het niet. In, hoe heet die club in Rotterdam? Villa Thalia. In Villa Thalia bijvoorbeeld...
hebben zij elke week Frenna of weet ik veel wie. Elke week komt daar. Dus als ik daar dan kom, oh, Gino 9. Oké, ze kennen natuurlijk mijn liedjes wel en ze doen natuurlijk mee en zo. Maar die mensen zijn het al gewend. In Nederland heb ik heel veel goede shows gedaan. En echt gek publiek, alles echt top. Maar in België is het ook echt nog gewoon net anders voor mij, man. Het is gewoon anders, want ik vind het ook wel hard. Want ik bedoel, ik moet zeggen, helemaal een club als Philatalia vind ik vet leuk om op te treden. Juist omdat er elke week een artiest staat, krijgen hun ook vergelijkingsmateriaal. Dan daagt het mij wel uit om juist nog een hardere show neer te zetten. En het ding is, in Nederland, ze zijn kritisch. Dus je komt op en het is niet gelijk van wauw. Maar als je hem hebt en je hebt hun, zeg maar, doordat je gewoon een kwalitatief goede show neerzet, dan heb je ook die zielen gewonnen en dan komen ze los. Maar dat duurt gewoon langer in Nederland. Ja. In België is het gewoon soms echt, je komt op en het is gewoon cool. Het is gewoon meer, het is, ik kon niet zeggen gemakkelijker om op te treden in België, want dat is het niet per se, maar je krijgt wel sneller die love of zo, heb ik het gevoel, toch? Fire is Gold had ik opgetreden toen Nederland dicht was. Ja, toen veranderden de Nederlanders wel gewoon in België, hoor. Hm? Iedereen was daar, want Nederland was gewoon erbij, op slot. Ja. En daar ging het koulo los. Kijk, ik stond best wel vroeg. Frenna stond vroeg, Doughboy stond vroeg. Daar ging het al los. En toen ietsje later op de dag ging Seven Alias optreden. Nou, tering, man. Het was koulo hard. Ja, koulo hard. Toen waren de mensen echt gewoon... Maar het grappige was, daar was gewoon een mix. Ja. Van mensen uit België, maar ook iedereen in Nederland die gewoon wilde uitgaan. Ja, was daar ook. Het was koulo lid. En ik vond het ook hard, omdat er waren ook guys aan het skaten. Met BMX'jes bezig en zo. Ik fok sowieso met dat, man, met skaten. Ja, dat is een goed festival ook, toen. Dus ik heb begrepen dat je bent dan competitief als je tegen anderen in dezelfde club performance hebt. Ja, op een festival competitief. Het is niet dat ik denk van, oh, fok hun, ik moet de beste zijn. Maar ik zie het gewoon als motivatie. Ja, ik ben heel blij om te zien, ik zeg het net, weet je. Ik was daar bij de show, ik was blijven hangen. Want ja, in Nederland was op slot, dus ik had niet echt heel veel andere dingen te doen die dag. Ja. Dus ik was bij Fire's Gold gebleven. En ik vond het fucking hard dat het bij Seven zo losging. En ik vond het ook niet erg dat het bij hem losser ging dan bij mij. Nee. Het was gewoon hard dat het bij hem zo losging. Maar ik vind het wel hard om gewoon mezelf altijd uit te dagen om de beste show te geven. Dat als mensen naar huis gaan, dat ze dachten van... Ja, weet je wel, de ene zal me misschien muziek heel leuk vinden... de ander misschien meer alleen op feestjes luisteren. Maar dan wel denk ik van, oh, ik wist niet dat hij ook wel echt gewoon... Je weet toch, bouw dit was, gewoon qua kwalitatief... Nu kunnen jullie een beetje knutselen. Ja, een beetje. Ja? Ik ben niet echt knutselguy. Oké, we gaan het toch doen. Okay. We gaan vandaag vriendschapsbandjes maken. Ik heb nog nooit een vriendschapsbandje gemaakt, dus ik weet niet hoe dat was. Dus je hebt eigenlijk geen vrienden? Ik heb geen vrienden, nee. Oh, hey, fuck bro. Bref. Oh, sorry. Okay. Ik heb vrienden. Ik ben met Lasse en Gino 9. For money is bij on time. Oké, hij heeft mij dus al in een liedje genoemd, maar ik heb hem nog nooit genoemd in een liedje, man. Ik denk dat ik het in mijn volgende ga doen. Wel, side note, ik dacht dat hij op die track ging staan. Die producer, zeg maar, die mij first kwam ophalen, die zei gewoon van, ja, hoe heet het? Gino 9 gaat ook nog zijn first tapen. Sterker nog, ik dacht dat je die dag zou komen ook. Oh. Dus ja, ik was helemaal school. Ready. Ik zat in het begin van dit schooljaar nog op school. Ik moest normaal gezien op een liedje springen met Lassa en Busy. Ik zit in de les, word ik opgebeld door deze man. Ja, kom. Maar ik heb opgenomen in het midden van de les... Dus die prof komt helemaal boos naar me van, ja, waarom ben je bezig? Ik wil die gsm wegsteken, die valt op de grond. Daardoor kon ik dus niet naar de studio komen. Oh, fuck me. Hé, maar inderdaad, man, school is belangrijk, ouwe. Ja, ik ben gestopt. School is belangrijk, ja, nee. Ik ben ook recent gestopt. Maar ja, op welk moment heb je dan besef van, oké, dit... kan wel gewoon mijn fulltime carrière worden. Misschien moet ik wel stoppen met school, of is het... Ja, wel, eigenlijk, als het aan mij lag, zat ik nog steeds op school. En, ja. No way. Nee, echt. Zou je liever op school zitten dan... Nee, niet liever, maar zeg maar, als het kon, dan zou ik het allebei doen. Oké, okay. Zeg maar, mijn vader is een leerkracht. Hij is heel, heel streng. Ja, eerlijk gezegd, deze muziek, stuff en zo, hij is niet... Geen fan? Jawel. Hij is wel heel blij voor mij, maar diploma en zo is nog steeds heel belangrijk voor hem. Mm-hmm. En voor hem zou ik het heel graag doen, maar... Denk je dat er een moment is dat je misschien teruggaat naar de school, denk je? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk, het is het... Ik kan natuurlijk wel zeggen van ja, over 3 jaar ga ik het doen, maar ja, realistisch gezien, ja, ik denk het niet, man. Maar ik denk ook niet dat... kijk, dit is natuurlijk echt een super slechte message voor de jongere kijkers, maar ik weet ook niet in hoeverre scoren of dat voor iedereen het ding is.
Ja. Of dat voor iedereen de plek is waar je werkelijk waar je hersenen uitdaagt, zeg maar. Mm. Het is natuurlijk wel zo dat het is, je leert daar gewoon een positie aan te nemen in de maatschappij. En mijn hele motivatie überhaupt om zo hard te werken aan mijn muziek en aan mijn dromen, is omdat ik juist niet een plek wilde innemen in de maatschappij, maar juist gewoon vrij wilde zijn van alles. Van de dat hokje waar gevestigde, ze in worden, ja, van de gevestigde verwachtingen. Ik denk wel dat dat voor de meerderheid van de bevolking dat school wel nice is. Er zijn sowieso voor mensen die voor school echt irrelevant is. Als je echt al weet van, ik wil dit doen, ik wil muziek maken, ik wil... Nee, 100%. Maar ik denk ook wel dat er heel veel mensen zijn die dan misschien denken dat muziek het ding is voor hun. En dat misschien dan, ja, en dat die dan eigenlijk gewoon hard die echt hun beter bek gaan. Even op school kunnen gaan. Ja. Maar die, ja, mensen, die mensen zijn meestal mensen die gewoon, zeg maar... Dat zijn mensen die net niet op school willen zitten en die zich dan overtuigen van, zichzelf overtuigen van, ja, kijk, ik kan muziek maken. Of ik ga voetballer worden, maar je bent 26 jaar en je bent nog eerlijk, steeds... Eerlijk, ouwe, deze school hard. Het is heel vet, hoor. Ook zo simpel gebleven, dat is cool. Snap je? Ja, ik ga hem echt heel simpel houden, man. Ik ga twee kleuren kiezen. Ik denk dat ik hem vanavond ook aan ga doen bij mijn show. Laten we anders doorgeven. Junior, als jij zegt ik heb geen vrienden, ik ga die van mij aan jou geven. Okay? Gewoon zo doorgeven. Oh, wacht, we moeten hem aan elkaar geven. Ja, als een teken van vriendschap. Ja, maar dat is wel lullig, want ik heb... Ja, ik wil de mijne ook niet afgeven. Ik wil die van mij simpel houden. Gaan we allemaal ons vrienden hebben, boys. Is het niet juist dat we een teken van vriendschap... Self-love. Dat samen gemaakt. Dat we zeggen van, yo, we gunnen elkaar ons allemaal onze eigen... Dat voelt wel zo. Een kindje zo zegt van, ja, maar ik wil eigenlijk toch liever dit. Ja, die van mij is mooi. Hè? Ja, die van mij is gemaakt. Dit is echt lager. De mijn is groter. I like it. Hebben jullie soms dat mensen jullie tune sturen dat je denkt van, yo, dit is echt lek. Dit is echt slecht, maar ik kan dat niet zeggen. Ik wil niet met zijn dromen crushen, maar yo. Ik zeg het gewoon, man. Ja? Echt? Ja, ik zeg het gewoon als het niet hard is. Sterker nog, ik heb ook wel iemand gehad die echt consistent hele slechte wacke shit naar mij stuurde. Mm-hmm. En ineens iets koude hard. Okay. Oh ja, ja, ja. Het kan altijd. En ik moedig ook iedereen wel aan. Kijk, tuurlijk, blijf op school. Maar als je deze droom hebt, moedig ik ook echt mensen aan. Gewoon mensen te checken. Mm-hmm. Mensen zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Vroeger was het zo dat je niet de middelen om eigenlijk gewoon bij iemand in de DM te sliden, toch? Ja, nu kan dat gewoon. En mensen zien het ook gewoon. En je ziet het ook zeker gewoon. Met die nieuwe update van Insta, zie je het zeker, man. Yeah. Je hebt toch die update waar je zo, die requests komen nu die zo... Die requests zie je nu gewoon de hele tijd. Ik vind hem koude hard, bro. Ik vind hem heel goed, ook gewoon de wisseling van... Ja, die past wel bij jou, man. I like it. Het past ook bij je trui en shit. Snap je? Ja, ik ben echt... Ja, ik hou het gewoon simpel. Het ding bij mij is ook... Ik maak nu al muziek sinds mijn 12 of zo. Ik ben nu 23 jaar oud. Ja, vroeger, toen ik 12 was, was het echt heel slechte muziek. Heel slechte muziek. Zeg maar, als je mij dan zou horen op mijn 12 of op mijn 14 misschien, zou je ook kunnen zeggen van, nee bro, het is niet voor jou. Stop ermee, ga naar school. Wat dat ook veel mensen hebben gezegd van, bro, muziek. Nee, je bent er niet goed in en zo. Maar uiteindelijk ben ik het gewoon blijven doen, ben ik blijven grinden. En al zeg ik het zelf, ik wil echt niet opscheppen, maar ik ben oprecht... Ik vind echt dat ik heel, zeg maar, goede muziek maak. Natuurlijk. Nee. Maar ja, dat heeft ook gewoon tijd genomen. En ook gewoon, zeg maar, die koppigheid of zo, om toch... Of die delusion, hoe je het ook wil noemen, om gewoon te zeggen van, ik ga dit doen, ik kan het doen. Maakt niet uit hoe ik het doe. En uiteindelijk is het gelukt. Dus ook al sturen mensen soms slechte shit of zo door. Wie weet, man. Misschien het kan gewoon goed worden. Ja. Ja, dat kan het wel echt altijd. Mm-hmm. Want ik ga eerlijk zijn, mijn eerste shit was ook gewoon fucking slecht. Maar ja, sommige ik had wel, moet ik zeggen, het allereerste wat ik had gemaakt. Er was zo'n DJ-winkel bij ons in Amersfoort, waar ik vandaan kom in Nederland. En daar kon je echt nog platen kopen ook, omdat sommige DJ's die willen dat gewoon nog steeds doen. Ja. En ik chillde daar best wel vaak, omdat ze daar gewoon veel over muziek spraken en veel artiesten en muzikanten kwamen daar gewoon. En toen ik de allereerste keer een nummer had gemaakt, dacht ik van oké, die ga ik daar gewoon laten horen. En toen zeiden ze wel echt van, joh, is dit de eerste keer dat je iets hebt gedaan? Ik zei ja. Dus, en toen zeiden ze wel van oké, dan moet je wel doorgaan. Ah, oké, okay, dus daar zeiden ze van kracht uit. We kunnen het horen. Maar het is wel gek, want ik kan me die dag echt herinneren als gisteren. Terwijl ik ook gewoon heel veel dingen uit mijn carrière zwaar vergeten ben door smoken en shit. Maar dat kan ik me echt goed herinneren, want het gaf me echt heel veel kracht en energie. Ja. Voelde dat als een soort start of een kick-off? Ja, dat voelde echt wel als een soort van, oké, toen begon ik met dromen. En ben ik eigenlijk ook gewoon die droom eigenlijk als een soort van future map te gaan zien. En was dat gewoon mijn focus. Hoe lang is het geduurd van dat moment tot het moment dat je een echt
vol inkomen begon te creëren met muziek? Hoe lang heeft het geduurd van dat eerste moment dat je besefte, ik ga muziek beginnen maken tot... Toen dat moment was ik 17. En dat ik echt met Yellow Claw was natuurlijk mijn echte doorbraak. Ja. Dat het echt gek ging. Mm-hmm. Ja, was ik 24. Dus dat is toch wel lang. Nee, dat is crazy. Dat is crazy dat je 7 jaar lang... Dat moet... Solid rekenwonder. Ja, inderdaad. Eén onthouden. 85. Ik klink net als interviewer hier, maar... Wat was de gedachte achter al die tattoos van jou, man? Zeg maar... Je wou gewoon veel tattoos hebben. Lil Wayne, man. Ja, echt? Lil Wayne, ja. Ja, ik zeg je eerlijk, man. Lil Wayne, ik vond het zo Carlo hard. En ik weet ook dat hij een keer een interview had en dat hij echt zei van... Dat hij zelfs een boxshort naar beneden deed en zei van... Yo, bro, ik ben ook getatoeëerd op plekken die alleen maar de bitches te zien krijgen bij mijn wiep. En, is dat bij jou ook van, ja, man, zeker, tuurlijk. Ja. Echt gewoon van taap de bar en ben ik gewoon tatted up. Gewoon. Cool, bro. Nog steeds niet waar ik wil zijn, hoor, maar dat vind ik ook leuk. Weet je, je hebt ook gasten die bijvoorbeeld in één keer een sleeve doen. En dan past het allemaal heel mooi bij elkaar. Ja, ja, ik fok gewoon persoonlijk niet met dat. Het is natuurlijk ieders smaak. Maar ik hou er juist van dat het wel een soort van verschillende momenten en fases in mijn leven zijn, zeg maar. Van de zijkant van je hoofd hier. Is dat niet fucking pijnlijk? Nee, veel mee, man. Oh. Is The Cure, hè? Kennen jullie The Cure? The Cure, de band. Yeah, Boys Don't Cry. Ah, oké, ja, ja. Ja, bro, dat is een koude hard nummer, man. Yeah. Ja, anders zou dat ook wel niet op de zijkant van je hoofd tatoeëren, toch? Als het echt een kutnummer was. Stel je voor. Het zou fucked up zijn, maar het is misschien ook dan hard dat je hem dan zeg maar zelf nooit leest. Ja. Yeah. Oh, shit. Moest de muziekcarrière nu echt floppen bij jullie en ik ben heel blij dat dat niet zo is. Wat zouden jullie hebben gedaan, moest het toch niet gewerkt hebben? Zijn er andere paden? Want ik hoor dat jij heel veel met fashion bezig bent. Ik denk wel dat ik had geprobeerd iets in de creatieve sector te doen. Achter de schermen. Of ik ben ook wel gewoon echt wel een goede verkoper. Maar in dusverre heb ik daar het meeste ervaring mee op de straten. Dus ik weet niet in hoeverre dat dan op een goede manier had uitgepakt. ik denk dat ik wel iets creatiefs had gedaan. En ik vind ook meubels en architectuur heel leuk. Okay. Binnenhuis, zeg maar. Dat vind ik echt fucking leuk. Ook de mijn kantoren. Ik heb nu 3 kantoren gehad. En het is altijd zeg maar wel echt ver van... een normale kantoorspace, zeg maar. Heb je het gevoel dat de space waarin je werkt heel veel invloed heeft op de dingen die je maakt? Ja, dat sowieso, man. Ik heb ook een studio nu, dat is echt gewoon een woodbox, zeg maar. Dat voelt echt alsof je de 70s binnenloopt, carpets en gewoon heel veel hout en bruin. En het is gewoon heel warm, heel cozy. En ook laatst heb ik met Kraantje Papi in Bali gewoon wat gemaakt. Had een setup meegenomen. Ja, dan wordt het gewoon... heel erg organisch of zo. En je hebt ook van die studio's, sommige producers vinden dat heel fijn, maar ik persoonlijk niet. Dat het echt gewoon helemaal wit is met van die blacklights en zo. Yeah. En dan voelt het voor mij gewoon heel plastic of zo. En dacht, ik ga daar gewoon zelf niet lekker op. Ook de muziek, ik heb dat wel eens geprobeerd om daar in dat soort ruimtes muziek te maken. En dan lijkt ook bijna niet alsof er spontaniteit te horen is, weet je wel. Mm-hmm. Yeah. Het voelt heel erg alsof het dan een soort van geforceerd is van oké, we moeten nu vanavond muziek maken en begin maar gewoon. En dan, je weet toch? Terwijl, zo laboratorium shit of zo. Misschien generiek. Terwijl ik maak echt al lang muziek en ik heb nog steeds elke keer als ik naar de studio ga dat ik echt excited ben. Vaak omdat ik al een idee in mijn hoofd heb en niet kan wachten om het dan uiteindelijk te horen, maar ook gewoon omdat het gewoon helemaal natuurlijk gaat. Dus het is ook geen geforceerd proces. Het is gewoon, ik heb daar super veel lol in en het voelt gewoon echt nog steeds alsof het de eerste keer is, weet je wel. Ja. Gewoon echt creëren gewoon. Ja, als ik hier binnen stap, heb ik ook altijd het gevoel dat ik binnenwandel in mijn eigen hoofd of zo, in plaats van... Ja, ik ben echt maar dit is sowieso... Ik ben aan het kijken met de middenvinger daar. Ja, Gino, die van jou is ook vet. Ja, ik heb het gewoon simpel gehouden, man. I like gewoon, dit is mijn eerste bandje, dus ik wou niet te crazy doen. Gewoon, geel is voor de cover van Interessant. Die net goud is gegaan. Oh shit, kom Man, ik heb mijn plaat ook nog steeds niet. Ja, die ligt bij Sony, man. Oh, die ligt bij Sony in Amsterdam. Niggas be lacking. Ze vroegen nog of we die van jou wilden meenemen, maar ik dacht van ja, beter als je. Jullie waren bang toch? Van, ga ik daar gewoon kwijt. Hoeveel platina-platen heb jij of gouden platen en hou je die allemaal bij ergens? Ik heb er nu nog een paar die wel moeten komen nog, omdat het ook gewoon, soms word je er een beetje laks mee. Ja, ik heb er wel heel veel. Ik denk wel 100 of zo. Shit, bro. What the fuck? Hoeveel heb jij er? Ik heb er 5. Wow, yo. Oké, okay, dat is veel. Ja, maar 4 eigenlijk. Wel, het valt te zien. Ik heb goud. Wacht, hè. Interessant is goud in België. Mm-hmm. Blind op zoek is goud in België. Is goud in Nederland. Is platina in Nederland. En ik heb ook die nummer 1 plaat. Maar ik weet niet of ik die echt kan... Ja, het is niet een plaat, maar het is wel gewoon een anders zijn het er 4. Je mag hem wel eigenlijk tellen, want
Ik vind het de hardste plaat die ik heb, snap je? Ja, ik ben het meest blij met die plaat, dus daarom tel ik hem. Anders, ja, 4 of 5, wat is het? Wat is dat de greatest accomplishment om te behalen in de muziekindustrie in België en Nederland? Zijn er echt zo prijzen of awardshows dat je denkt van, joh, als je die fucking haalt, dan ben je echt... Je hebt die 100 miljoen streams, blijkt toch, of niet? Yeah. Ja, dat is wel gek. Want niet veel, zeg maar, want platina heeft iedereen toch? Of enfin, niet iedereen, maar... Nee, de meeste mensen in Nederland wel in onze scene. Kijk, het is toch wel dat als je een pokoe hebt die aanslaat, ga je gewoon heel snel goud of platina. Ja. Maar het houdt dan wel op een bepaald punt op, zeg maar. Yeah. Vaak wel een beetje op een kwart ton of op een half ton als je echt lekkere platen hebt. Maar echt over de 100 miljoen heen gaan is wel echt ziek. Maar op internationaal podium heb je dus eigenlijk de Grammys. Heb je hier in België, Nederland een awardshow die op dat niveau echt in de weekend... Dat voor u een doel is om ooit zo'n award te winnen of niet per se? Nee. Ik wil gewoon mijn kinderen gelukkig maken en mijn vrouw. Dat is super cute. Ja, dat is super awesome, bro. Dat is super awesome, ja. Mooi, man. Dat is mijn biggest award, man. Ik hoor rijk worden. Ik hoor rijk worden. En ik wil ook een 100 miljoen streams plek, man. En dan later kan ik ook kinderen, vrouwen, maar vrouw, niet vrouwen. Ja, als ze het goed vinden. Ja. Ik probeer het nog steeds thuis te verkopen, maar... Ja, nee, dat lukt niet. Gelukt. Hoeveel kinderen is... het ideale aantal? In mijn geval 2, man. Ik heb wel het gevoel dat ik klaar ben. Ja, dat weet ik niet. Ik denk 3 misschien. Ja, 3. Ik wil toch wel... Ja, of meer zelfs. 3, 4, 5 zelfs. Ik heb het gevoel dat, zeg maar... Maar je hebt geen kinderen, hè? Nee. Dat zegt... Of ja, niet. Zegt geen kinderen waarvan men weet. Dat zegt een hele hoop. Als je er eentje hebt, dan denk je wel echt, wow, dit keer 5. What? Ja, dat, ik hoor je wel, man. En ik denk dat ik een beetje zoals jou ga zijn, dat ik niet te veel... Maar sommige boys chillen gewoon en hebben het, hoor. Want die boys van Broederliefde bijvoorbeeld, 2 daarvan hebben echt fucking veel kinderen. Ik weet niet eens hoeveel, maar echt 4, 5 of zo. Ja. Ja, dat is echt een ding of zo, maar ik weet het niet, man. Kijk, laten we beginnen bij eentje, dan zullen we zien. Ja, dan kan je een beetje gaan rekenen van, misschien van 5 naar 3 of misschien zelfs 2. Maar je hebt ook, je hebt nu 2 kinderen. Jij weet zeg maar al een beetje hoe het voelt en zo. Ja. Ik heb nog geen idee. Ik weet niet. Ik zei vroeger ook wel vaak, hoor. Van veel kinderen. En na 2 dacht je van, oké. Na 1 dacht ik eigenlijk, het is wel goed. Als vader zijnde, ligt dat soms in de clinch met je carrière of andersom? Nee, het ligt niet in de clinch. Je maakt keuzes in je leven en dit is er 1 van. Mm-hmm. En het is de mooiste keuze in mijn leven of eigenlijk meer een geschenk. Weet je, ik ben gewoon God dankbaar voor de rijkdom en liefde die in mijn leven is, in de vorm van mijn kinderen. Dus elke keer dat ik denk van, oh ja, ik kan hier nu niet heen, omdat de kinderen ziek zijn of whatever, en dan is het gewoon handiger dat ik thuis blijf. Ja, is het eventjes misschien in het moment onhandig of zo, maar einde van de dag ben ik het liefst bij hun. Ja. Die illusie om ook te zeggen van, ja, ik moet nu wel weg, want ik doe het voor hun, is ook niet waar. Want ik weet dat een paar dingen die moeten echt, maar anderzijds, het enige wat mijn zoon het leukst vindt, is dat ik gewoon met hem chill. Mm. En het enige wat mijn dochtertje het leukst vindt, is als ik gewoon voor de neus zit en zing. Dus alle rags and riches en fame en succesverhalen zijn koude hard. Maar die doe ik in essentie wel gewoon uit toch wel een ego en voor mezelf. Mm. En ik heb ook natuurlijk de drang to provide. Dus om mijn gezin te voorzien van een bepaalde luxe en vrijheid die geld met zich meebrengt. Maar einde van de dag, ik zeg je eerlijk, wij waren ook bijvoorbeeld... Kijk, wij leven dus... Dit klinkt dan wel raar, contradictie, omdat ik eerst heb over dat geld niet belangrijk is. En dat ik nu ga vertellen dat we naar ons huis in Bali gingen. Maar toen moesten we dus in quarantaine, 10 dagen in een hotel... In een quarantainehotel. En daarna konden we dus naar buiten en mochten we Indonesië in. En dan waren er helemaal geen regels. Het was fucking chill. Maar toen kwamen we weer in Nederland. En toen hoorde ik gewoon mijn zoontje vertellen aan mijn moeder, zijn oma. Van het allerleukste was het hotel. Omdat dat gewoon een plek was waar wij gewoon alleen maar twister aan het spelen waren. Mm-hmm. En aan het voetballen. En gewoon binnen. Fucked up wel. Want ja, ik hou gewoon niet van, je weet toch, veel binnen zijn. Maar het feit dat hij gewoon blij en het leukste tijd beleeft is als je hem gewoon aandacht geeft. Dat vertelt ook wel gewoon dat al heb je helemaal niks, je hebt altijd gewoon liefde, toch? Mm-hmm. Yeah. Ik denk ook wel dat de sterkste, de strongest force in the world is liefde, weet je wel. Einde van de dag is dat ook hoe ik het relativeer. En dat als ik ergens niet heen kan om die reden... Terwijl ik dan alle andere artiesten ergens zie zijn en denk van, oh shit. Mm. Maar ja, ik had er ook moeten zijn, want nu mis ik out or whatever. Ja. Heb je last van FOMO? Nee, eigenlijk niet, man. Geen FOMO? Ooit gehad? Ja, wel. Maar ik heb gewoon een... ik vind mijn vrouw gewoon nog steeds echt fucking sexy. En ik denk ook wel dat FOMO wel bij mij een beetje ontstaat gewoon uit Dagoe-gedrag, toch? Dat ik gewoon wil weten of er HDS bitches zijn ergens. Dus nu ik gewoon weet van, oh nee, de HDS bitches at home. Dan heb ik ook niet echt FOMO.
Want ik had niet FOMO of zo, dat ik dan dacht van... Oh ja, mijn mat, die zijn nu daar met z'n allen en dan hebben ze het leuk zonder mij. Ja, hey, more love to them. Ik gun ze gewoon. En die andere keer dat ik erbij ben, is het ook leuk. Ja. Mm. Nu, je zei dat een van de leukste dingen dat je doet, is zingen voor je kinderen. Wat zing je dan? Is dat slaap kindje slaap of is dat traag? Doe ik het goed papi papi of is het gewoon... Nee. Nee. Er kwam sowieso een moment dat mijn zoontje op een bepaalde leeftijd kwam. Dat ik checkte altijd gewoon, ik keurde de videoclips goed en zo. Eh? En ik luisterde gewoon mijn pokoes waar mijn zoontje bij was. En op een bepaald moment begon die echt gewoon te staren naar het beeldscherm als hij twerkende chick zag. En toen dacht ik, oké, dit ga ik nu niet meer hier doen. Nee. Dus nee man, ik zing gewoon met mijn zoontje. Hij vindt Lil Dicky keihard. Oh, okay. Dat is wel funny ook. Ja, het wel, hij vindt die funny shit wel grappig. En hij gaat natuurlijk ook naar international school, dus hij spreekt gewoon Engels. Dus hij houdt wel veel van Engelse muziek. Voelt je die dan tweetalig op? Ja, dat gaat gewoon vanzelf eigenlijk. Ja, okay. Omdat hij dan op school Engels... Het is niet dat jullie Engels praten tegen hem. Nee, we praten niet Engels tegen hem. Ja, kijk, als we in Bali zijn... En we hebben gewoon mensen op bezoek die geen Nederlands spreken. Dan praten we Engels en dan praat hij ook gewoon Engels. Ah, chill. En dat is wel grappig, want daar het laatst had hij ook nachtmerries. En toen werd hij s'nachts wakker. En toen zei hij, no, I don't want to eat the candy. In die Engels praat. Het was net alsof hij deze bril op had, zeg maar. Ja, toen je de bril op had, zei je dat je tanden gekocht had. Dus, is dat fake? Is het echt? Mijn tanden die zijn wel. Mijn twee voortanden zijn nep, omdat ik. Ze waren heel erg naar voren, stonden ze. Mm-hmm. En elke keer met optreden kwam die mijn mic tegenaan en ik liet het telkens maken. Oh. Maar aan een tijdje waren ze zo gebarst dat ik dacht van ja. Toen zei ook mijn tandarts van, je kan beter gewoon nieuwe tanden nemen. Wat heb je gedaan dan precies, zeg maar? Het zijn zeg maar soortige facings, maar niet zoals die Turkse shit. Dat er gewoon zo'n Chinese gebit gewoon zo... Gek. Dat is niet geweldig. Ze hebben niks geboord in jou? Of... Nee, niks geboord, nee. Ze gewoon, zeg maar, er is wel een stuk afgeslepen en dan... Oh ja, en dan doen ze die porselein. Oh ja, ja, okay, en, ja. En het is gewoon echt vanuit mijn tandarts gedaan. Ja, dat heb ik gewoon ook laten waar doen, man. Serieus, jij ook? Wel, bij mij was het iets anders, omdat ik zeg maar... Vroeger had ik echt een grote spleet tussen mijn voortanden. Nog een grote. Dat was nog bij die videoclip van Interessant was het nog zo, man. En toen kreeg ik die eerste check van Sony. En ben ik gelijk naar de tandarts gegaan. Ze hebben gewoon met... Ik weet niet meer hoe die stof heet. Maar zeg maar, als er een stukje van je tand gebarsten is, dan kunnen ze dat gewoon laten vullen. Ja, gewoon met die, ja, en met die vulling hebben ze gewoon... Maar het was echt een grote spleet. Hè. Het was zeg maar onorthodox om te doen. Eigenlijk zei die tandarts van... Of je moet je tanden er allebei laten uittrekken. Of je moet facings doen, of dit of dat. Ik zei, nee, gebruik gewoon die vulling. Maar kijk naar mij, zegt, hè? Hoezo die vulling? Zeg, ja, die vulling die zeg maar als je tand gebarsten is. En die man keek naar mij en dacht van, eigenlijk. Nee, eigenlijk. Dus dan hebben we dat gewoon zo gedaan. En ja, man. Dus jij ook gewoon, jij kunt tandarts worden eigenlijk, nee? Ja, inderdaad. Ja, zoals je ziet, ik ben niet naar school gegaan om tandarts te worden, maar... Ja, ik heb ook deze tand en deze tand zijn allebei ook aangevuld op die manier. Gewoon omdat deze met een golfclub eruit geslagen was. Ja. En deze gewoon op mijn bek gegaan ook. Dus, maar je ziet dat niet, hè? Dat is ook ja, nee, je ziet het niet. Je ziet het. Jullie moeten nog een show doen, zo meteen zeker? Ik treed op in Rotterdam. Dus ik moet nog naar Rotterdam rijden. Oh shit, maar jij hier toch? En ik sta in Icon. Ja. Icon, toch? Dus jullie gaan niet samen optreden? Nee, jammer genoeg niet, man. Het zou wel leuk zijn. Het was wel gezellig geweest, ja. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Sick. Het is... Alle grote doos ook. Het is een... To-do shoplift notes. Het is een planner, omdat ik weet dat jij altijd busy bent. Oh, hey, nou, thanks. Dat was een kut joke. Dit is de joke. Dit was het. Maar ze zeggen altijd dat Duitsers geen humor hebben. Ja, sorry. Ja. Maar Belgen zijn ook dom. Yes. Maar vinden jullie dat ook zelf? Nee, toch? Dat we dom zijn? Nee. Maar, dat is al, moet ik wel zeggen, dat is echt van vroeger, man. Er zijn niet echt meer jokes in Nederland van, oh, Belgen zijn dom of zo. Nee? Nee. Nee, nu is het vooral dat onze wegen gewoon slecht zijn. Dat hoor je steeds. Ja, die wegen zijn man. Maar hebben jullie al überhaupt een overheid? Een goeie vraag, hoe zit het momenteel? Dat is echt een goeie, bro. Iron. Ja, om zoveel tijd. Dus week wel, week niet. Nee, maar hebben jullie wel een parlement of zo? Momenteel. Ja. Jawel, ja, dat is gewoon wel gaande. Ja. Maar Nederland is ook gewoon, je weet toch, weird gewoon. Ja. Het is chaos wel gewoon. Ja, we hebben één guy die de hele dag TikTokt. Nou ja, trouwens, volgens mij TikTok ze nu allemaal. Ja, als ze zien dat het werkt, dan is iedereen die... Die shit begint te doen. Rare shit. Maar thanks man. Yes. Hey, super attent. En grappig ook. Wauw. Ja, okay. Dit is echt
Fatou. Dat is toch het beste cadeau dat je al gaat uit een podcast. Ja, dat is de titel van de podcast ook in het Busy vond mijn cadeau leuk. Wat is eigenlijk de relatie tussen muzikanten en content creators in Nederland? Ik fok sowieso met Jesse Hoefnagels. Ik fok sowieso met veel content creators. Ik denk dat er ook veel artiesten zijn waarbij de wegen echt nooit kruisen. Maar ik vind dat sowieso leuk. Ik heb ook veel videoclips waarin ik bijvoorbeeld Drup zit Nienke Plas. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon een straight-up content creator. Ik heb videoclips met Calvin, Dutch Performante. Ja, heel veel content creators en YouTubers. Of ja, dat mag je dan niet zo noemen, toch? YouTubers. I don't care. Bij ons is het influencers, is hier het scheldwoord. Ja, ja, en dat soort shit. Maar, en mijn vrouw, moet ik zeggen, verdient de geld met Instagram. Mm. Dus ben ik getrouwd met een influencer, denk ik. Dus mijn relationships met hun is wel cool. I respect it, man. Ik respect sowieso iedereen's grind. Ik moet zelf zeggen dat ook over... Kijk, OnlyFans, wat kan ik erover zeggen? Ik denk dat in sommige plekken in de wereld de kansen zo arm zijn... dat het echt wel gewoon een hele mooie uitweg is voor vrouwen... om niet met iemand naar bed te gaan, maar wel... heel veel geld kunnen verdienen en wellicht er een studie van te betalen of een step-up naar iets waar ze niet voor uit de kleren moeten. En daarbij respecteer ik de grind. Anderzijds, mijn dochter zou echt nooit met het idee hoeven aan te komen bij mij. Dus ik denk dat dat genoeg zegt. End of the day respecteer ik iedereen's grind gewoon. Okay. Ik denk ook dat, zeg maar, ja, zonder mannen die het vuil ophalen, of vrouwen, zouden de wegen vol liggen met vuilniszakken. Yeah. Dus ja, dan zullen we ze met z'n allen aanbidden en missen. Ja. Dus je weet toch, voor alles valt wat te zeggen. Dus of je nou content create... ik vind gewoon iedereen die gewoon zijn ding doet en er oprecht lol in heeft, vind ik gewoon hard. Nu, iedere week geven wij hier een Twitter shout-out aan één persoon die mij in de tweet op Twitter retweet. Nu moet ik gewoon even mijn gsm. Zie je mijn gsm? Twitter, man? Ja, dat in België nog gaande? Ja, in Nederland niet. In Nederland is het een really dark place on the web. Dat is echt waar heel veel boze mensen zitten. Ja, maar België loopt altijd wel een paar jaar achter, hoor. Ja, nee, maar in veel plekken in de wereld is Twitter nog gewoon gaande, hoor. Dit zijn dan wel de mensen die toch op Twitter zitten. Dus je mag er gewoon eens doorscrollen. En wanneer je duim een naam gevonden heeft, die krijgt stickers opgestuurd en een shout-out in deze podcast. Oh, dit is gewoon... Dit zijn kijkers van jullie. Yes. Yes. Oh, nou dan doe ik deze, want die ziet er wel gewoon een soort van remote die sprang uit. Gewoon. Ik ben op een vlakke gelijk dat. En ze heeft een achtergrondje met een muis die in bed ligt. Jerry, de muis van Tom en Jerry. Ja, dat is Jerry, hè, van Tom en Jerry. Oh, ja, wat is haar naam? Kiara. Kiara Hendricks, super bedankt. Die ken ik ook gewoon persoonlijk. Kiara Hendricks, super bedankt om te luisteren. Ik stuur je die stickers op als je mij een DM op Twitter stuurt. Ik moet waarschijnlijk niet meer zeggen na die gigantisch lange intro van daarnet, maar vanaf nu krijgt elke Twitter shout-out dus ook €50 aan Zalando krediet. Dus DM mij op Twitter en ik stuur je die code op voor €50. En dat is vanaf nu dus iedere week. Oké, geniet van de rest van de podcast. Right, cool. Heb je zomerplannen? Ga je op vakantie? Nee man, zomer betekent voor mij veel festivalen, zomertour. Ga je zomertour doen? We zijn nog aan het kijken, man. Ik heb tot nu toe normaal gezien Spanje, maar we zijn nog aan het kijken voor andere plekjes en zo. Waar in Spanje? Lorette. Ik ga ook Lorette doen. Lorette. Ja, bro, we gaan ook uit tegenkomen. Ja, Tropics, ja. Ik ga, wat ga ik nog meer doen? Mallorca, Portugal, Griekenland. Oh shit. Siget! Siget? Oh, ik sta op Siget. Dat is crazy. Oh fuck. Snapte. Is dat Snapte? Let's go. Hey, en ik sta op Siget als busy, maar ik heb ook een alter ego, Leo. Daar draai ik house mee. Oh shit. Dan maak ik een beetje een soort van obscure house samen met Jengi en FS Green. Mm-hmm. Leo, is dat uw official middle name? Of L-E-Y-O. En we gaan ook nog in mei naar Dutch Week in Val Thorens. Dat is Frans. Dat is Frans. Wat is de vetste venue dat je al gespeeld hebt? Coachella. Dat is wel sick ook gewoon. Dat wist ik ook eerlijk gezegd niet. What the fuck? Coachella? Twee keer, man. Oh shit. Dank je. Is dat een ambitie, Coachella, voor jou? Ja, ik denk sowieso. En verder nog iets? Is er nog iets groter dan Coachella voor jou? Ik heb ook Madison Square Garden gedaan op New Year's Eve. Dat was ook wel raar. Raar. Nee, man. Op zich moet ik zeggen dat het allerhardste vond ik mijn eigen AVA-show. Omdat het gewoon mijn eigen ding is. En ik denk dat nu ook weer een hoogtepunt gaat zijn mijn album release party. Omdat het gewoon iets is wat ik gewoon nog niet eerder heb gedaan. En wat dan gewoon in mijn hoofd zit. Yeah. En het vetste vind ik gewoon dat als iets in mijn hoofd zit wat niet bestaat, uiteindelijk iets tastbaars wordt. Mm-hmm. En niet alleen mijn herinnering, maar ook nog van andere mensen. Is er iets waar jullie graag nog over zouden praten voordat we het straks afronden hier? Streampara.
Para. Stream nog steeds gewoon. Zonder jou. Stream zonder jou. Er zijn heel veel linken om in de beschrijving te zetten. Dan. En boek No Rush Villa's in Bali. Voor een heerlijke vakantie. Is dat die bij jou? Ja. Ah, sick. Of The Morning Glory, je kan ook. Businessman. Oké. Okay. Businessman. In ieder geval, wat wij hier doen, is we creëren een comment tegen het einde van de podcast voor de mensen die tot dit punt geluisterd hebben, om te bewijzen dat ze hier geraakt zijn. Jullie gaan aftellen en dan zeggen wij gewoon op drie allebei alle drie een woord. Random woord, en dat is de comment die ze hieronder gaan moeten droppen. Hebben jullie een woord in jullie hoofd? Oké, okay, ja. Wacht. 3, 2, 1. Gigantische. Para. Gigantische para. Squirt. Squirt. Gigantische para squirt is de comment van deze week. Drop die hieronder als je tot dit punt bent geraakt. Super bedankt als je dat gedaan hebt. Guys, super bedankt om langs te komen. En jullie bedankt. Jij ook bedankt. Dat was fucking leuk, hè. Dat was leuk. Ik wil jullie ook uitnodigen voor mijn release party. Oké. Dus kom even België vertegenwoordigen. Would be cool, bro. Succes met jullie shows vanavond. En thanks aan iedereen die geluisterd heeft, geabonneerd heeft. We appreciate it. Like, abonneer. Patriots. Patriots? Ja. Ah, we hebben wel Petje Af. Dus mensen die kunnen Petje Af? Petje Af heten. Wat betekent dat? Dan kan je doneren. Dan kun je doneren, ja. Nou, kom op jongens. Deze twee gasten hier. Hey, ik heb niet eens gedacht aan de promo. Thanks, bro. Ja, weet je, Petje Af, doe het ook even gewoon gunsten. Er staat hier eentje met een vintage hemd. Ja. Wat niet de bedoeling is dat het een vintage hemd is. Ja, exact. Zit er hier naast me eentje met schoenen. Nou, echt. Oh, dat is wel zielig inderdaad. Nee, ik geloof dat niet. God slaat de deuren dicht van de kerk als hij dat zondag... We hebben nieuwe kleren nodig, bro. Dus ja. Help us out. Dus help die jongens gewoon even, man. Petje af, kom op. Zo, gewoon een goede fucking goede promo eigenlijk. In ieder geval, thanks voor het abonneren. Oh, als je dat gedaan hebt, like, abonneer, al die goede shit. Het is goed voor mijn ego. Tot volgende maandag. Peace.